daders die in slachtofferrolletjes aan het duiken zijn. Ja, zodat ze van andere mensen sympathie en troost kunnen krijgen. Dat andere mensen hun aan het helpen zijn. Terwijl dat het zijn eigenlijk. Hun zijn degene die in de gevangenis horen. En hulp nodig hebben ook. Ja, hun zijn degene die ziek zijn, hun zijn degene die in psychose hangen, hun zijn degene die in disillusie. En gewoon, ze willen misbruikt worden, douwen zichzelf in die posities. Echt zodat hun. Ja, maar dat ze hulp willen hebben. Nou, mensen die gaan doen alsof ze misbruikt worden, verwaarloosd worden, tot seksueel misbruik en weet ik het allemaal. Terwijl dat niet zo is, dat is wel de aandacht bij iemand anders weghalen. En ja, ze door wel weten waar ik doorheen ben gegaan, maar bij mij is daar brainwashing overheen gegaan. En hun de soort van protective service, bij wijze van spreken, om zich heen hebben. En ik de bescherming dus niet krijg. Echt alles weer draaien. Dus zogenaamd ben ik de boeman. Dus om mij worden valse politie en rechtszaken en alles worden er gesmeed. Ik kan alles blijven aankaarten, maar de corruptie, het voor de gek houden van professionelen. En blijkbaar collega's van die professionals daar dus mee bezig zijn. Weer het machtsmisbruik. Ja, ze zijn bijna herinneringen bij mensen aan plaatsen die misplaatst zijn. Dat is echt die inception. Wat je echt kan zien, zoals die film Inception. Ja, met hun astral travel en hun hekserij. En demonen oproepen die weer aan het shapeshiften zijn in jouw dromen en daar dus verandering in brengen. Zoals jij veranderingen in je dromen kan brengen als je lucid bent. Maar echt, terug naar mijn slaapparalysis. Is het echt, ik ben hier aan het slaapwandelen. Maar ik zie wel alles wat er speelt, toch? In mijn dromen ben ik aan het wakker aan het wandelen. En als ik koorts heb. En dan is het alle twee samen, dan overlapt het. En ik ga geen koorts bij mezelf creëren. Maar ik kan wel het echt oproepen en het nabootsen, waardoor ik daar ook weer in kom. Maar het zegt alsof ze met sommige dingen drugs in me hebben gegooid, dingen hebben gedaan en ik dat dus niet aan het herinneren ben. Wat ook wel lijkt op experimenteren, het lijkt ook wel op de mond snoeren. Maar zoveel wat als getuige en betrokken. Dus echt weten hoe vuil iemand is, hoe gemeen iemand is, hoe nep iemand is, wat voor dief het is, wat voor moordenaar het is. Nee, divination is gewoon bezig. Het is duivels waar mensen mee bezig zijn. Het zijn satanische rituelen en opofferingen waar mensen mee bezig zijn.
Het fabriceren van leugens. En de waarheid en de realiteit zijn ze aan het veranderen. Ze zijn een heleboel mensen aan het bespelen. Tegelijkertijd een heleboel mensen aan het bestelen ook. Ja, dus het wordt steeds duidelijker dat ik toch echt wel misbruikt ben door mijn moeder ook. En die is dat blijkbaar allemaal aan het doen, omdat zij door haar vader misbruikt is en door de broer. En anderen die met afleiding bezig zijn en hun willen graag de sympathie hebben. En willen een bepaalde aandacht hebben wat bij een slachtoffer hoort. Terwijl hun toch echt wel daders zijn. Het is echt niet zomaar erfenis en destiny stelen. Er hangt iets veel groters af. Wat allemaal verstopt moet worden. De doofpot ingetouwd moet worden. Ja, het is met zoveel list en bedrog. Niet alleen mee van het internet, de wachtkamer en maar wegstoot met heel acteerwerk. Waarbij hun daarna allemaal weer leuk met elkaar doen. Of nu moeten doen alsof ze dus niet meer bij elkaar horen. Maar zo is binnen familie zo ook gewoon het zwarte schaap gecreëerd. Omdat hun... het gouden kind willen zijn. Of zo gezien willen worden. Maar hun hebben nooit ergens voor gevochten. Ze hebben het gewoon de last overgeheveld naar iemand anders. Emotionele incest en alles eroverheen. Parental alienation. Dus met een heleboel wil ik de hele wereld wil ik vertellen wat er allemaal heb afgespeeld. Maar er is ook een heleboel wat geblokkeerd wordt. Wat echt met brainwashing te maken heeft. Wat echt met MK Ultra te maken heeft. Wat echt met gaslighting te maken heeft. En een heleboel andere mensen die zijn daar gewoon misbruik van aan het maken. Die zijn echt, willen de kansen voor publicatie, voor fame, aandacht. Terwijl, daardoor komt mijn gerechtigheid, die komt er niet. En doen hun het niet voor gerechtigheid, maar echt alleen maar voor het geld. En ze willen beroemd worden of zo. En er zijn zoveel mensen die weten wie er als copycats bezig zijn. Wie dus willen hebben wat mij toehoort. Maar ze kunnen er blijkbaar allemaal van snoepen. Ze denken er allemaal op vooruit te kunnen gaan ten koste van een slachtoffer. En dat zijn allemaal daders. Ze hebben echt een hele Truman Show, Matrix-achtig iets om me heen gebouwd. En dat is echt niet alleen deze 3 jaar. Dat heb echt... dat gaat terug tot aan de basisschool. Dus snap ik ook echt niet waarom God helemaal gaat wachten tot ik 40 ben. Voordat hij alles aan het licht voor me brengt. Maar dat is ook gewoon wat rituelen, vervloeken, mijn dromen stelen. Het zegt alsof God aan het wachten is tot ik bijna dood ga of zo. En dan in één keer komt het allemaal. Maar nu rolt het en is toch echt wel duidelijk. Al het verraad, al het fake, alles moet aan het licht. Zodat ook gewoon overal gerechtigheid op kan komen. Dat niemand hun straf gaat ontlopen. Maar dat het zo lang... En dan rolt het eindelijk vanaf mijn witte reden.
En dan wil God blijkbaar dus toch tot die hele internetsmerigheid ook allemaal aan het licht komt. Maar daar hebben ze weer politie in hun zakje. Zit een cult bij allemaal instellingen en instanties. En geeft God wat ik aanken. Maar met steeds meer heb ik het idee, naar het tijd is voor mij de maat vol. En dan is het niet meer aan God, maar neem ik het hef in eigen handen. Ja, dan gaan een heleboel weer doen alsof het duivels is. Maar als de Chosen One snap, dat niet alleen in het licht. Ja, dat is de hele pleroma. Het is van de hemel tot aan de hel. Dat is alle tijdlijnen, dat is alle dimensies, dat is alle universums, dat is de hele kosmos. Maar volwassenen die dan verhaaltjes gaan verzinnen, wat ze hun eigen kinderen hebben aangedaan of eigen kind hebben aangedaan, en alleen maar omdat hun de aandacht willen. Het zijn echt mensen die echt de gevangenis in horen en de hulp te krijgen. Terwijl als dit gewoon allemaal bij me gekomen was, dat ik wat ouder als tiener was of een jongere. En daarmee weer echt inzien met hoeveel en alles wat hierbij betrokken is geweest. Echt het mij de mond wou snoeren, echt mij in armoede brengen. Zorgen dat ik me niet echt ook kan verplaatsen door het land heen. En dan weer alles wat als zogenaamde klokken luiden. Eigenlijk ook gewoon mij weer de mond aan het snoeren is, omdat hun community, een satanische rotkult, echt alles alleen maar doet voor geld. En dat mag echt ten koste gaan van alles en iedereen. Echt zoveel kinderachtige mensen die ook weer bezig zijn. Niemand die verantwoordelijkheid kan nemen. Alle mensen die dingen echt het graf mee in willen nemen ook weer. Zoveel mensen recht van zoveel mensen afstand te nemen. Die horen op de zwarte lijst in de tank. En zo ben ik steeds meer dromen aan het herinneren. Zo kan ik steeds meer inkleuren wat ik toch al in het verleden heb afgespeeld. Maar mensen denken echt dat ik dom ben en een of andere voel. Ja, echt doen alsof ik op alles naïef ben, terwijl ik ben gewoon nonchalant. Wat dat betreft hebben ze mijn hele leven al pijn gegeven, heb ik mijn hele leven al pijn gehad. Van botontsteking, rugpijn, toch wel mentaal ook. Maar sinds ik die witte arena in ben geweest, ik voelde alsof ik 4 dagen achter elkaar dood ging. Ja, misschien wel die 4 Dark Knight of the Soul. Ben ik gewoon voor niks bang. Ben ik voor niks en niemand van plan om mijn mond te houden, iets te slikken. Iedereen waar ik last van heb, ik noem gewoon je naam. Blijf hier langer doorgaan, noem ik gewoon je achternaam. Alles wat fake is, kaart ik ook gewoon aan. Mijn YouTube-kanaal, ik denk dat het wel 6000 video's zijn, zo alles bij elkaar. Ja, de voice recorder, dat is echt op de 800 wat ik ingesproken heb. Maar wil ik niet gaan opnoemen wat ik denk. En is met een heleboel, hoe bewijs je mediumschap?
Maar er is zoveel manipulatie, er wordt zoveel mensen worden tegen me opgezet. Er worden mensen afbetaald om met smerigheid bezig te zijn. Maar ook lastig te vallen. Ja, ken ik ook allemaal weer aankaarten. En het echt ken ik alles wel blijven aankaarten. Maar als het machtsmisbruik tot aan justitie en de overheid tot politiek gaat. Die cult van hun blijkbaar overal zit. Ja, en als wat ik doe weer gekopieerd wordt. Ja, er zijn echt wel mensen notities aan het maken. Dingen aan het onderzoeken. Maar het is voornamelijk om weer tegen me te gebruiken. Maar ik ook weet dat er een heleboel mensen tussen zitten die wel goed zijn. Maar het is niet echt dat ik daar blijkbaar iets aan heb gehad ofzo. En als de leugenaars zullen in nekvel gegrepen worden. Die alleen maar aan het nadoen zijn, aan het kopiëren zijn, alles aan het spiegelen zijn. Bij hun nekvel gegrepen worden. Iedereen die een eetje heeft afgelegd is gewoon aan het werk gaat. Iedereen die denkt dat hij een hele klokkenluider is, is flink aan die klok gaat lopen rammen. Echt ziektes. Vergift door het hele land. Ja, als ik de leugens kan zien, zien anderen het ook. Sommigen die zijn hun eigen leugens aan het geloven. Dus dan zouden die een leugendetector doen, test doen. En zouden ze er gewoon doorheen komen, want ze geloven het zelf. Zijn echt hunzelf voor de gek aan het houden voor de spiegel. Maar iedereen die weet dat het leugenaars zijn. De bewijzen, die zijn overal. Ja, ze zijn mijn woorden aan het gebruiken. Ze zijn de eerste twee video's waar ik mee kwam aan het inkleuren. Alsof hun zijn aan het doen. Alsof ze een hele target individual zijn. Maar kunnen alleen maar figuurtjes op het internet aanwijzen. En of kijken wie daar al. In de chats en onder de video's. Het is allemaal duidelijk. Dus moet ik echt zelf met bakstenen, wapens, langs de weg breien, langs nummer 24. Moet ik echt, wat gewoon het werk van het OM is, Rijksrecherche, moet ik dat echt als slachtoffer, met alle lasten om me heen, moet ik degene zijn die dat allemaal moet doen? Moet ik lasten waar ik onder doorga, moet ik dat allemaal maar als geheim gaan houden? Moet ik het allemaal maar pikken? Mensen willen echt dingen hun graf mee innemen. Ze willen echt alles in de doofpot stoppen. Maar ik ga niet met mensen hun leugens mee. Ik ga niet smerige agenda's pushen. Ja, mensen zijn aan het liegen over dingen terwijl ik de waarheid heb. Maar het is niet de bedoeling dat mensen dat inzien, me horen en dan denken van nou dit kan echt niet en me dan gaan helpen. Dus die worden ook gewoon allemaal misleid, maar ook verleid. En worden er ook ingezogen. Laten ook allemaal met hun hart spelen, hun egootje strelen. Hebben geen idee bij wat voor podcast of zit allemaal heel erg blij bij Boss Experience. Zijn allemaal heel erg leuk aan het doen in chats.
zijn zich allemaal aan het aansluiten bij mijn vijand en snappen dan niet dat ik vijandig tegen hun aan het doen ben. Want het is niet niks waar ik doorheen ga. En ze maken het steeds bonter, steeds gekker, zijn me steeds meer aan het isoleren, brengen me steeds meer in gevaar. En doen het echt alleen maar om dingen te verstoppen en een heleboel zijn dingen alleen maar aan het doen voor geld. En die willen niet alleen maar erfenis hebben, ze willen ook gewoon de schadevergoedingen, de compensaties. En ze willen aanzicht en vee. Echt, sommigen zijn echt sell-outs en je kan gewoon niks geloven van wat ze vertellen. Het is echt alleen maar anderen nadoen met een heleboel duimzuigerij daar ook weer bovenop. Ze zijn hele scenario's zelf aan het creëren, met hun zelf ruzie aan het maken. Ze gebruiken daar hun hele cult en allemaal andere mensen voor die zich ergens mee gaan bemoeien en voor de ene opkomen en dan ook weer tegen iemand anders zijn. En achteraf zijn ze allemaal weer leuk met elkaar aan het doen en is iedereen zogenaamd vergeten wat er in het verleden heb afgespeeld. Te veel mensen die de leugens al lang al door hebben. Al lang al weten dat iemand voorbij fake is. Het is echt fake af. En alles wat er omheen hangt in chats, dat maakt het alleen maar belachelijker. En ze zijn me alleen maar meer en meer aan het verstoppen. Meer en meer in de schaduw aan het drukken. Steeds meer en meer mensen tegen me op aan het zetten. En dat zijn allemaal mensen die me eigenlijk hadden kunnen helpen. Zeker als je weet waar ze voor staan, waar ze over praten, waar ze tegen zijn. Wat ze aangepakt, wat ze opgeruimd willen hebben. Maar er zit een heleboel bij, dat ziet het vals gewoon niet. Zien de dieven gewoon niet. Zien de misbruikers gewoon niet. En een heleboel, dat hangt er echt tussen. Als ze satanisch bezeten. Vinden het heel leuk om met de smerigheid mee te doen. Ja, zo heb ik al genoeg aangekaart. Wat echt alleen maar aan het trollen en aan het clearen is. Gewoon weten wat er afspeelt. Maar het heel erg leuk vinden waar een ander doorheen moet gaan. Geen idee wat ik daar allemaal mee heb gemaakt, waar ik doorheen heb moeten gaan. Wat me allemaal aangedaan wordt, wat me ontnomen wordt. Alles op alles, gewoon om te zorgen dat ik geen gerechtigheid krijg. Alles op alles, zodat hun erop vooruit gaan, hun geld kunnen verdienen. Hun aanzicht en volgers hebben. En ze zijn echt dingen aan het faken. Zo lijkt echt dat ik 2 jaar jonger ben. Zo zijn er mensen die onder een valse identiteit aan het opereren zijn. Wat voorbij alleen maar even een ander naampje gebruiken. Er zijn een heleboel mensen die elkaar echt al 8 jaar kennen. Maar zogenaamd kennen ze, hebben ze elkaar leren kennen in deze coronatijd. Echt te maken met rommelen met adopties. Een heleboel wat maar aan het liegen is. Een heleboel fraude. Het was het stelen van een paspoort die ze blijkbaar ook voor iets aan het gebruiken zijn. Zo toen ook mijn huissleutel ineens nergens was, dat ik denk dat ik elke dag vluchtte van huis vanwege die bromtang in de koffieshop zat. Wat hebben ze in mijn huis gedaan? En zijn ze aan het afluisteren, hangen er stiekem cameraatjes of noem maar op. Maar anderen die maar aan het doen zijn alsof mijn ervaring, hun experiences. En ook weer een heleboel afleiding met copycats, want het gaat voornamelijk om dubbelgangers.
Het omruilen van kinderen, identiteiten, geboortesakten, alles omdraaien. Ja, heb ik toch het idee, het lijkt wel een scorpioen die mijn leven aan het leiden is, dus weer om van alles te stelen. Echt te maken met narcisten. Een heleboel covert narcisten, die je geen covert meer kan noemen, want het is wel duidelijk. Zoveel in de psychologie, gerommel. Mensen die bijna geleerd hebben om zo slecht te zijn. Wat echt gewoon weer satanisch is. Echt gewoon, bij wijze van spreken, me verkocht aan een cultje ook nog. Ja, ze mogen me allemaal lastigvallen. Maar echt alles het graf in willen nemen. Echt alles. En ik mag overal in verdrinken en in verzuipen. Terwijl we toch in een rechtsstaat leven. En echt kan inkleuren hoeveel maar het doet alsof ze ergens doorheen gegaan zijn. En daar niet doorheen gegaan zijn. Ze zijn echt met zoveel smerigheid bezig. Dus ook gewoon het liegen en verraders verzinnen. Waar dan familie 3 tot 5 jaar geleden aan begonnen is. Is nooit duidelijk of aan het licht geweest. Al die jaren daarvoor. Dus het is allemaal onzin. Hoe blij en hoe gezellig. En ze zijn gewoon met z'n allen iets aan het verstoppen voor me. Ja, na een tijdje. Ja, zijn dingen die in kinderjaren bij je gebeurd zijn. Dat is zich vanzelf aan het manifesteren wanneer je volwassen bent. Ja, bepaalde symptomen. En hoe ga je ermee om? Nou, vind ik dat ik er best wel niks mee om ben gegaan. Ik ben in ieder geval niet mijn pijn andere mensen aan het pijn doen. Ik had tenminste op de waarheid te houden. Ik hoef niet te liegen. Ik hoef geen verhaaltjes te verzinnen. Echt te zien hoeveel mensen zonder liefde zijn. Dus eigenlijk ook echt nooit van me gehouden hebben. Het is echt. Ook dat het er zo lang moet duren voordat je door hebt hoeveel mensen er ziek zijn om je heen. En dat ik dat nooit gezien heb. Maar dat komt echt. Omdat ze met maskers oplopen. Een heleboel aan het liegen zijn. Een heleboel te verstoppen hebben. Een heleboel dingen hebben afgespeeld in het verleden waar ze ook gewoon niet meer aan willen denken. Ze zijn het aan het onderdrukken, aan het wegstoppen. Maar dat andere mensen dan gaan doen alsof hun dat allemaal hebben meegemaakt over een uur heen. Drugs, kinderporno, pedofilie, incest, erfenissen stelen, waarheden verstoppen, parental alienations, wat ook gewoon weer als een afleiding is om iets te verstoppen. En dan al die copycats eroverheen, al dat andere cults die bij wijze van spreken ingezet worden. Allemaal extra vijanden die worden verzameld, die geen idee hebben wat er afspeelt, maar ze vinden het wel leuk om te trollen, te roddelen, smerig huichelaar uit te hangen.
Maar langzamerhand wordt steeds meer ontlokt. Als het in één keer was gekomen, dan zou ik zwaar getraumatiseerd. Rijuur. Gerechtigheid zal komen.